Dus welkom bij onze webinar rond pre-teaching in het lager onderwijs. We hebben gekozen om de webinar apart voor het lager onderwijs te organiseren. En wij organiseren op dit moment denk ik de 12e webinar al vanuit 3 organisaties. Klassement, Tolnet en D-Learning. Ikzelf ben Katrien, ik werk voor Tolnet, Technologie Ondersteund Levenslang Leren. En we zijn een deel van Klassement. Naast mij, ik zal de presentatie voor mijn rekening nemen, zijn er nog een heel aantal collega's die ook aanwezig zijn. En we zullen eventjes onze video opzetten om te laten zien wie er achterliggend jullie webinar verzorgt. Dus collega Jan, Davy en Lien gaan jullie vragen beantwoorden. En Inge is zaakvoerster van D-Learning in Nederland, waar we ook al jaren mee samenwerken. Zij zal ook een deel van de presentatie voor haar rekening nemen. Dus dan weten jullie wie achter de knopjes zit. En er zijn nog 2 collega's die verstoppertjes spelen, namelijk Lien en Nicolas, zitten ook klaar. Maar ik zie geen camera aanzetten, maar geen enkel probleem. We gaan ook onze camera terug uitzetten, dat je weet wie dat er achter zit. Pre-teaching. De naam wordt al heel veel gebruikt de voorbije weken. We gaan een beetje stilstaan bij wat is dat, pre-teaching? Wat werkt erbij? Of wat werkt er juist niet? Het gebruik van video en de mogelijkheden daarbij. Inge zal een stukje vertellen over digital storytelling. Wat is dat precies? Hoe ga je dat kunnen doen? En dan gaan we ook in op jullie vragen dat jullie ingestuurd hebben liever. En daar zijn heel veel tools die ook de revue passeren doorlopende de uurtje dat gepland staat. Pre-teaching. Als leraar doe je aan pre-teaching wanneer je een nieuwe leerstof aanreikt. Dat is al heel duidelijk in het nieuws geweest. Dus vandaar dat we toch wel dachten van het is wel eens nodig om ook dat thema aan te snijden naar het lager onderwijs. Ik zie ondertussen ook de vraag komen in de Q&A, gaan jullie dat ook doen voor kleuteronderwijs? Er is nog niet direct iets gepland op die manier. Maar het zou best kunnen dat dat inderdaad nog eraan komt. We kijken waar de noden liggen en gaan daar op in. Dus vandaar ook dat we het lager onderwijs apart nemen. Dus het gaat, als je echte pre-teaching zou als terminologie gaan opzoeken, dan kom je dat bij leerlingen met onderwijs, speciaal onderwijs noden uit. Maar uiteraard nu is het in deze tijden voor iedereen van toepassing. En kan er ook eventueel gedifferentieerd worden, maar de bedoeling is echt wel dat we alle leerlingen bereiken en dat we dus met die pre-teaching nieuwe leerstof gaan aanbieden van op afstand. Een bijkomende vraag die we heel dikwijls krijgen, is het dan hetzelfde als Flip in the Classroom? Flip in the Classroom leunt er heel sterk tegenaan. Ja. Maar Flip in the Classroom is eigenlijk de bedoeling dat je een stuk thuis en een stuk klassikaal, nu dat stuk klassikaal ken op dit moment niet, dus de achterliggende principes van Flip in the Classroom zullen zeker ook van toepassing zijn op pre-teaching, namelijk het aanbrengen van nieuwe leerstof, maar ook het inoefenen van die leerstof en de remediering. In Flip in the Classroom is het zo dat je nieuwe leerstof via filmpjes, via een manier thuis laat verwerken en in de klas de oefeningen gaat doen. Ja, dat kan op dit moment niet. Hè. Uiteraard is het ook de bedoeling dat eens de scholen terug open gaan, en wanneer dat ook zal zijn, zal in de loop van deze week hopelijk duidelijk worden, dat dus ook teruggekomen wordt op die leerstof die in pre-teaching aan bod is gekomen. Ondertussen zie ik ook een vraag. Initieel was webinar zelfevaluatie was vorige week, Karel. Maar goed nieuws, die zelfevaluatie komt ook volgende week terug aan bod op maandagavond. Straks volgen de data daarvoor, of de uren daarvoor. Wat werkt er in online modules of wat werkt er in pre-teaching? Belangrijk is dat je daar al een keuze gaat maken tussen het passief leren of het interactief leren. Ja. Hoe ga je met de leerlingen om? Gaan ze heel veel moeten lezen of gaan ze ook kijken door de leerstof? Hè? Kijken bedoelen we dan, ja, ga je het aanbieden met video's of ga je enkel louter naar je handboek grijpen of handboeken grijpen? Ga je leerlingen actief of passief aan de slag laten gaan? Nu, we hebben daar een aantal tips voor. En die tips zijn zowel voor online materiaal dat je aanbiedt, en dan denk ik straks gaan we dieper in op het video gebeuren, maar tekstjes dat je aanbiedt, beperk je tekstjes. Ga niet hele lange pagina's maken met allerlei teksten. Leerlingen gaan daar
niet mee beginnen. Dat is heel demotiverend als zij lange teksten doorkrijgen om in te studeren. Dus proberen daar ook een overzicht in te houden. En verdeel de teksten als je digitaal maakt, zoals wij nu die presentatie hier voor jullie zetten. Verdeel dat ook, uw tekst, over verschillende schermen of tabbladen. Ja. Ik had hier ook kunnen kiezen tussen hoeveelheid tekst, actief, passief en zo verder, onder elkaar op één lang blad. Maar dat komt totaal anders over als dat we nu hier klikken op actief of passief. Ja. En dan merk je dat we heel bewust ook korte stukjes tekst daarop laten verschijnen. Belangrijk is ook dat je een actieve stijl hanteert. Ja. Ik heb daar enkele voorbeelden bij gezet. Hoe actiever, hoe meer dat ook aangesproken wordt door de leerlingen en hoe meer dat ze ook doorlezen, het materiaal gaan doornemen. Ook een belangrijk is de lettergrootte. Ja. Wij raden aan om een lettergrootte van 14 punt als het op de computer moet doorlezen. Ja. 14 punt kan in elke toepassing ingesteld worden. Meestal is dat 12 standaard, maar voor op scherm raden wij toch aan op 14 te zetten, omdat de letter dan toch groter is. En er is ook minder tekst op die pagina daardoor, en dan je toch wel een groter lettertype of lettergrootte hanteert. Dus onze tip is, zet de letterpunten wat groter voor op het scherm te lezen. Kleurgebruik, ga er ook geen kleurboek van maken. En daar bedoel ik mee, ga bewust om met kleuren. Dat is leuk dat je hier en daar eens een kleurtje toevoegt. Maar probeer ook rekening te houden met webveilige kleuren. Ja, bijvoorbeeld niet kleuren gaan gebruiken. Felgroen bijvoorbeeld, om er eentje uit te nemen. Want dat is ook heel moeilijk leesbaar voor mensen met kleurenblindheid. Ja, dus let daar ook op. Je kan beter iets vet zetten. Of een combinatie van vet en cursief. En als je kleur gebruikt, doe het dan bewust met één of twee kleuren. Ja, en niet met heel veel kleuren. Let ook op de lengte van de zinnen die je maakt. Lange zinnen leest veel moeilijker. Dus ook daar hou het kort en krachtig. Plaats verbindingswoorden daarin en zo verder. Denk dat dat ook wel in gewone teksten aan bod gaat komen. Visuele ondersteuning is ook een belangrijke. Maar let daarop, als je gaat werken met afbeeldingen, dat die afbeelding ook wel effectief een meerwaarde heeft. Dat het niet gaat om een afbeelding daar te plaatsen, om een afbeelding te hebben. Maar zorg dat die afbeelding echt wel bijdraagt tot de lesinhoud dat je wil gaan overbrengen. Hè. Ik heb hier een muizenvalkje bijgezet. Dat draagt daar eigenlijk niet zo heel veel voor bij. Dat je zegt, van, wat staat daar te doen? Maar onze bedoeling was van, ja, wat is er hier een valkuil? Hè? Dus dan kan je op die manier wel ondersteuning geven door die afbeelding erbij te plaatsen. Maar denk goed na, als je afbeeldingen wil gebruiken, dat ze die meerwaarde net bevatten. En probeer ook erop te letten dat je afbeeldingen gebruikt die dat je mag gebruiken. Hè? Dus het is zeer belangrijk dat je gaat kijken naar websites zoals bijvoorbeeld Pixabay of gratisfotodownloaden.be. En er zijn er heel veel andere, waarbij dat je websites hebt die dat je foto's die dat je mag gebruiken, waar je geen auteursrechten mee schendt. Ja. Belangrijk is ook om te weten hoe ga jij die leerstof dat je wil aanreiken naar je leerlingen gaan zetten. Ga je dat doen via een link of ga je dat doen via een website of ga je dat doen via een leeromgeving? Belangrijk is ook daarom te weten wat kan of wat niet kan via die auteursrechten. Indeling op pagina's is ook een belangrijke. Ja. Eerst en vooral, wees consequent. Bijvoorbeeld als je een tool gebruikt om digitale oefeningen te maken, zet dan de instructie altijd op dezelfde plaats. Ja. Wij hebben hier bijvoorbeeld ook instructie links, tips rechts gezet. Probeer er ook op te letten dat je die eenduidigheid aanhoudt naar leerlingen toe. Is dat heel belangrijk dat ze zich opnieuw herkenbaar voelen bij de layout dat je gebruikt. Ja. Dus als je materialen of tools gaat gebruiken, wees ook beperkt in het aantal tools. Ga niet hen met 20 tools overladen waar ze overal moeten mee leren werken. Beperk dat ook, zeker nu, dat iedereen op afstand zit, tot 2-3 tools en een ingang via één bepaalde weg. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van, ik ga via de leeromgeving, SmartCool is mijn weg, of Google Classroom is mijn weg waar ik alles aanbied. Of de website van de school is de weg waar we de leerlingen naartoe moeten gaan. Of bijvoorbeeld Simbaloo is de weg. Daar gaan we alles bundelen en leerlingen gaan daar naartoe en vinden het materiaal. Dat is een zeer belangrijk iets om die toegang
zo eenvoudig mogelijk te maken. Zorg ook voor rust in die pagina's. Less is more is zeker belangrijk naar leerlingen toe. We hebben dat hier ook bijvoorbeeld willen doen door een witte achtergrond lichtgrijs in onze vakken te steken, dat het ook weer wel rust uitstraalt. Je kan daar met allerlei kleuren, allerlei toeters en bellen gaan werken om dat flashy te laten uit te zien, maar dat is zeker niet de bedoeling. En zorg voor een eenduidige navigatie. Hier zijn de tabblaadjes bijvoorbeeld. Rechtsonder bij ons is het met naar de volgende pagina gaan. Zorg ook dat daar hetzelfde altijd terugkomt, dat leerlingen weten, oké, ik ga hier op die manier mijn leerstof kunnen verwerken. We hebben dat ook allemaal samengevat in een PDF. Dus de presentatie komt jullie richting uit. En dan kan je dat ook allemaal gaan downloaden, moest je dat liever op papier hebben dan digitaal. Ja. Ook daar zorg ook voor leerlingen dat zij het digitaal, maar eventueel ook via PDF kunnen nakijken. Of als ze het kunnen en willen printen, dat ze het kunnen printen, is ook een zeer belangrijke tussenkomst. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Inge, die jullie iets meer gaat vertellen over storytelling. Ja, Katrien, geef je mij de tools of ga jij er doorheen klikken? Hetgeen wat jij wilt, Inge. Even kijken. Ik probeer er wel doorheen te klikken. Ah ja, dan ga ik jou gegevens geven. Ja. Voilà, dat zal niet moeten lukken. Oké. Ik ga jullie iets vertellen over storytelling. En storytelling is een hele krachtige manier om te werken. En met name in het lager onderwijs is dat natuurlijk heel erg aan de orde. Storytelling, vroeger toen ik klein was, mijn moeder, als ik dan op school was geweest, ik werd nog wel eens gepest, want ik was een van die kinderen die niet deed wat de populaire groep deed. En als ik iets anders vond, dan vond ik ook dat ik dat moest zeggen, wat niet altijd handig was. Dus ik werd wel eens gepest. En dat vertelde ik dan als ik thuis kwam aan mijn moeder. En wat ze dan deed als ik 's avonds naar bed ging, dan vertelde ze altijd nog een verhaaltje of ze las een boek voor. Dan vertelde ze mij een verhaal over een meisje wat gepest werd op school en die dan precies hetzelfde meemaakte als ik. En in dat verhaal vertelde ze dan ook wat dat meisje zou kunnen doen. En ik weet nog heel goed dat mij dat enorm geholpen heeft. En dat was natuurlijk al een vorm van storytelling. Ik ben heel benieuwd, als jullie terugdenken naar je lagere schooltijd, en hoeft niet per se op school te zijn of zo, maar kun je eens in de chat zetten iets wat je enorm raakte? Gewoon even een korte kreet. En dat kan een boek zijn of een film of een verhaal dat iemand vertelde. Of een docent die iets vertelde. Ik ben heel benieuwd of jullie je zoiets op kunnen halen en kunnen vertellen in de chat in dit geval. Ah, oom Willibrord. Ik ken het niet, maar... De serie van Marijntje Gijzer, ja. Was natuurlijk ook de leeftijd natuurlijk. Maar de lief, dat waren volgens mij boeken. Als ik het me goed herinner. Roald Dahl, natuurlijk een geweldige storyteller, ook van zichzelf. Ja, de Fabeltjeskrant, Pietje Puk. Ja. Ja, dit waren natuurlijk allemaal verhalen en die spraken tot je verbeelding. En daardoor kun je het ook... kun je het nu nog herinneren dat dat jou een goed gevoel gaf, zeg maar. Ik heb ook voor de lagere school gestaan. Ik had op een gegeven moment een groep 5. En die hadden ontzettend ouderwetse geschiedenismethode. En er was op dat moment kennelijk geen geld om daar een mooie nieuwe methode voor te bestellen. En ik heb toen zitten denken, wat kan ik hier nou mee doen? En wat ik gedaan heb, is dat ik tijdens handvaardigheid met die kinderen een teletijdmachine heb geknutseld. Van karton, een hele grote hoor. En die zetten we dan in de klas. En elke keer als we dan zo'n onderdeel deden uit het geschiedenisboek, dan deden we dat via die teletijdmachine. En ik heb later nog teruggehoord van die leerlingen dat ze daardoor die geschiedenislessen nog heel goed of heel leuk vonden en sommige dingen ook nog echt wel onthouden hebben. En dat is natuurlijk ook een vorm van storytelling. Dat is dan niet per se een film of een boek, maar dat is iets wat je dan in de klas doet.
Er komt nog een mooi voorbeeld binnen. Onze leerkracht nam ons mee naar het bos en ter plaatse vertelden ze heel wat plantenverhalen waar we met onze zintuigen alles waarnamen. Dat is ook zoiets heel belangrijks. Die zintuigen in dat geval, die dragen daar dan ook aan bij dat je daar een goed gevoel van krijgt, dat je dat onthoudt en dat je daar wat mee doet. Nou, wat is nou storytelling? Digital storytelling, dat houdt eigenlijk in dat je op een digitale manier een verhaal vertelt. Digital stories nemen meestal een vorm aan van een geanimeerde video of een diavoorstelling. Maar het kan natuurlijk ook, wat ik net vertelde, zijn met de teletijdmachine of een praatplaat. En uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het vertellen van verhalen of vertellen van verhalen of storytelling een belangrijke pedagogische en didactische waarde heeft. En daarnaast blijkt dat leerkrachten die storytelling gebruiken hun leerlingen meer motiveren. Katrien, kun jij een poll opzetten of is dat lastig nu? Het zou moeten gelukt zijn, Inge. Ja, hij staat er. Ik ga ook terug in de presentatie. Ik zal de polls allebei tegelijk doen, dan heb je er geen last meer van. Ja, dan ga ik even de muis overnemen. Nou, de vraag is voor degene die de poll niet kunnen zien. Denk jij in beelden of in woorden? Als je hier het woord boom ziet, zie je dan het woord of het beeld? En dan zie je al dat 80% in dit geval van de mensen die nu deelnemen, die denken in beelden en 18% in woorden. En dit is al een heel belangrijk feit, dat wij, als wij ons onderwijs heel erg textueel maken, dat mensen dat eerst nog om moeten zetten in beelden. Kun je de tweede poll ook gelijk doen, Katrien? Doen we. De vraag hier is, pas je wel eens storytelling toe in je groep? En de antwoorden zijn vaak, soms of nooit. Even wachten tot iedereen gereageerd heeft. Nou, dat doet me deugd in ieder geval. 66% antwoordt soms en 20% nooit en 14% vaak. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie dan doen in de klas, maar we hebben helaas geen tijd om daar op in te gaan nu. Dat kunnen we misschien op een andere tijdstip doen. Wat je hier ziet in de presentatie is een infographic waar het een en ander vertelt over wat er nou gebeurt in je hersenen als je naar een verhaal luistert. En het is waarschijnlijk te klein voor jullie om te lezen, maar ik ga het eventjes vertellen. Jullie krijgen deze presentatie ook nog, dus daar kun je hem nakijken. Bij 1, met een MRI, kun je zien wat er gebeurt als bijvoorbeeld de woorden koffie of parfum genoemd worden. En dan zie je in de hersenen dat het deel waar onze reuk zit, wordt geactiveerd. Dus dat is heel krachtig, hè? Dus door het vertellen over parfum of koffie kun je je reuk al activeren. Bij 2 staat iemand die veel fictie leest, die blijkt meer begrip van anderen te hebben en een grotere empathie. Bij 3 staat, als iemand luistert naar een op karakter gebaseerd verhaal, dan gaat het love-hormoon direct reageren. Ik neem aan dat ze hier bedoelen dat dat dan voor de karakter is, wat het goede karakter en niet voor de slechte. Dan bij 4 staat, onze hersenen negeren clichés. En dat wordt verklaard doordat dat de kracht van het verhaal zou verminderen. En dat wil je niet. Dus je hersenen filteren dat er eigenlijk al uit. Bij 5 staat, superheldenverhaal is de basis voor de meeste Hollywoodfilms. En bij 6, het hormoon cortison, dat wordt aangemaakt op het moment dat je een spannend verhaal hoort. Ook al weet je dat het fictie is. En hoe spannender wordt, hoe meer er aangemaakt wordt. En cortison, dat is
Dat helpt je om te reageren in stresssituaties. Dus je lichaam reageert echt daadwerkelijk op het horen van een verhaal. Even proberen naar de volgende pagina te klikken. Nou, nog een heel klein beetje achtergrond en dan gaan we naar wat voorbeelden toe. Tekst. Als je naar tekst kijkt, dan kun je daar ongeveer 5 tot 9, gemiddeld is dat 7, items of onderwerpen, kun je in je korte termijn geheugen opnemen. En daarna lukt dat niet meer. Terwijl afbeeldingen, dat is het onderste stukje, die gaan rechtstreeks naar je lange termijn geheugen. En dan kun je er veel meer van kwijt. En dat staat ook gelijk in je geheugen. Nou, er zijn ongeveer van alles wat we binnenkrijgen overdag, is 90% is visueel. En dat is natuurlijk best wel heel veel. En als je dan kijkt naar hoeveel er opgenomen wordt, hoeveel sneller dat gaat met beelden, dat is 60.000 keer sneller dan dat je een tekst opneemt. Dat is natuurlijk wel iets om te onthouden als je bezig bent met je lessen voorbereiden. Nou, dan hebben we een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken voor storytelling. En dan heb ik helemaal niet hele rare tools gepakt of zo, maar eigenlijk tools die je zo zou kunnen gebruiken. Het is ook een mix van gratis en niet gratis. Storytelling kun je natuurlijk doen met slides. En dan kun je bijvoorbeeld PowerPoint voor gebruiken. En de meeste mensen hebben dat. Je zet een aantal beelden achter elkaar. En je kunt dan in PowerPoint, daar staat ook een link naar een handleiding, kun je audio opnemen en dan kun je het geheel weer als video opslaan. Zo kun je een heel verhaal vertellen. Verder kun je natuurlijk Prezi gebruiken of Google Slides of allerlei andere soorten tools die je gebruikt. Dat is misschien wel leuk. Ik ga nu een aantal soorten tools noemen. Als je er nou eentje hebt die hier niet bij staat en waar je denkt, oh, dat is wel heel handig voor anderen, zet dat dan eventjes in de Q&A. Dan kunnen we dat ook voor jullie verzamelen. Dus dit zijn allerlei soorten slides die je kunt gebruiken. Nou, je kunt animaties maken. Eén tool daarvoor is bijvoorbeeld Powtoon. Dat is ook gratis. En dan kun je dit soort animatievideo's maken. Als je op het plaatje klikt, als je straks de presentatie hebt, dan zie je ook een voorbeeld. Maar je kunt ook GoAnimate gebruiken. Nou las ik dat die eigenlijk alleen nog maar Flash gebruiken. En dat gaat naar, dan wordt aangeraden om Vyond te gebruiken. Die zal ik er ook nog wel bij zetten, voordat het naar jullie toegestuurd wordt. En verder Doodly en VideoScribe. Dat zijn allemaal betaalde programma's die onder. Alleen Powtoon is echt gratis en die kun je gebruiken. En GoAnimate geloof ik dat er een deel gratis is. Misschien ook nog aanvullen. Inge, iemand zegt Haiku Deck. Inderdaad, dat staat er nog niet tussen in plaats van PowerPoint. En misschien ook animatie. In Vlaanderen de tool uit Gent, Movly, is ook nog een animatietool die hier niet bij staat, maar heeft ook een education versie die toch ook gratis is. Dus Movly kan er ook nog aangevuld worden. Ja, heel goed. Ja. En iemand in de Q&A zegt, Prezi ken ik nog niet. Prezi is eigenlijk een, daar kun je een beetje interactieve PowerPoint maken. Je hebt een onderwerp en als je daarop klikt, ga je dan weer dieper erop in. En je kunt zeg maar een beetje bewegende beelden maken door je presentatie heen. Ook heel interessant. Het is wel een betaalde tool. Nou, dat waren de animaties. Dan gaan we naar content creatie. Ik ga daar dadelijk nog iets meer van laten zien. Maar dat zijn tools waar je allerlei interactiviteiten mee kunt maken. Dat zijn vragen en tekst en afbeelding en video. En vragen op video en praatplaten. Voorbeelden daarvoor zijn bijvoorbeeld... ik ga één slide te ver. Voorbeelden daarvoor zijn H5P en Xerte, maar er zijn er waarschijnlijk nog veel meer die je daarvoor kunt gebruiken. En dan met name voor het deel storytelling. Nou, je kunt een stripverhaal maken, er is een tool Storyboard Dead, maar waarschijnlijk zijn er hier ook wel weer meer. We hebben er gewoon een paar gekozen. En dan kun je heel makkelijk een stripverhaal maken. Dit is deels gratis, je kunt 2 storyboards per week kun je maken. En daarna moet je er wat voor betalen.
Nou, je kunt samen met je klas een online boek maken of een online boek maken wat jij dan weer aan de klas geeft. Dat kan met Book Creator. Book Creator is, daar kun je één bibliotheek met 40 boeken kun je gratis gebruiken of maken. En er zijn ook nog speciale regels in verband met corona. Dus het is nu iets meer uitgebreid dan dat het was. En waarschijnlijk gaat dat ook allemaal weer verdwijnen nadat de coronacrisis voorbij is. En tot slot kan je ook een screencast maken. Dan maak je eigenlijk een opname van je scherm en je vertelt erbij wat je aan het doen bent. En je kunt dan ook bijvoorbeeld een praatplaat pakken die filmen en vervolgens het hele verhaal erbij vertellen. En dat kun je weer naar je studenten sturen. Wat hier nog niet bij staat, maar wat natuurlijk wel logisch is, je kunt ook zelf video's maken. Hè? Je kunt gewoon met je telefoon. Er was een docent en die liep in het bos en het was herfst en hij zag een mooie paddenstoel. En hij filmde die paddenstoel en hij begon het liedje te zingen op een grote paddenstoel. Dat soort dingen kun je natuurlijk met je telefoon doen en dat kun je ook weer digitaal naar je studenten toesturen. Nou, ik zou iets verder gaan over wat je kunt doen dan met die content creatie tools die erin hadden staan. Dat waren H5P en Exerte. In dit geval is het een interactieve video van H5P, waarin als je die begint te spelen. Ik zet even het geluid uit. Dan stopt die op een gegeven moment. En dan krijg je een vraag. Of een plaatje of een stukje tekst. En op een gegeven moment moet je die vraag ook antwoorden. En als je hem niet goed antwoordt, dan wordt er aangeraden om het nog een keer te doen. Dus heel actief, interactief. En daar kun je dus ook een heel verhaal in zetten. Dan hebben we het volgende voorbeeld. Dat is gemaakt in Xerte. Dat is een vergelijkbaar iets waarbij je aan de linkerkant een video hebt. Ik ga hem even aanzetten. En aan de rechterkant kun je dan activiteiten toevoegen. In dit geval verschijnt er na 5 seconden een stukje tekst. Dit is natuurlijk neptekst. En als ik dan de video weer aanzet, dan verschijnt er na 5 seconden ook nog een vraag. En zo zou je, als je links een video hebt, zou je een heel verhaal erin kunnen zetten. En je kunt de leerlingen er doorheen leiden met vragen waarbij je ook echt dieper ingaat op de lesstof bijvoorbeeld. Dan hebben we de praatplaat. In dit geval heb ik er niet voor gekozen om een screenvideo te maken en een verhaal te vertellen. Maar om jullie even te laten zien wat ook kan. In dit geval staat er klik op de dieren. En op het moment dat ik op het paard klik, dan zou hier een verhaal kunnen komen. In dit geval, als ik nu klik, dan krijg ik het geluid van het paard. Of ik krijg het geluid van de koe. Of van het varken. Dus ook aan de hand van zo'n plaat kun je heel veel dingen doen. Dan een simpel verhaal. Dit gaat over Mel. En Mel gaat een mooie spacecake bakken. Ze bakt eerst 2 chocoladecakes. Een grotere voor de hoofdvorm en een kleinere voor de details. De kleinere cake snijdt ze in afgepaste stukjes om dit beroemde ruimteschip te kunnen modelleren. En de verschillende onderdelen worden aan elkaar vastgemaakt en een laagje fondant zorgt dat ze de cake weer verder kan bewerken. Op dit moment dacht ik dat het echt nergens op leek, zucht, zei Mel. Nou, zo kun je dus een heel verhaal rondom, in dit geval, een cake maken. En uiteindelijk is de cake af en vertelt Mel dat ze 5 dagen later wel heel blij was, maar dat hij weer heel cool was en vooral ook heel lekker was. Hele simpele manier, in dit geval is dit in Xerte gemaakt, om wat een slideshow met een verhaal erbij te vertellen. Dit is weer zo'n praatplaat, maar dit is dan voor oudere kinderen. Dit gaat over de ruimtelanding op de maan. En hier kun je ook weer op de plaat klikken om het verhaal te horen rondom die landing op de maan. In dit geval heb ik er een stukje tekst bij staan, maar je kunt ook een video erin zetten of audio, wat je maar wilt. Nou, wat ik nu allemaal aangaf, dat is iets wat je allemaal zelf kunt maken. En als input daarvoor is er natuurlijk al heel veel materiaal. Er zijn al heel veel afbeeldingen. En het is wat Katrien ook zei, let wel op dat je afbeeldingen gebruikt die je mag gebruiken. En dat geldt voor video's ook. En op deze
locaties kun je allemaal video's vinden die je kunt gebruiken daarvoor. En die kun je dan eventueel weer bewerken in een verhaal. Op YouTube kun je natuurlijk van allerlei video's vinden. Die kun je dan insluiten of linken op je Elo. Maar je kunt ze ook gebruiken in die content creatie tools. Dan hebben we Vimeo. YouTube is overigens gratis. Katrien, ik kan niet op de tabbladen klikken. Kun je het even terugnemen op de tabbladen klikken? Ja, ik zal terug de muisaanwijzer terugnemen. Ja. Vimeo is net zoiets als YouTube. Dit kun je ook gratis gebruiken, maar op het moment dat je het gratis gebruikt, en dat geldt voor YouTube ook, dan staan alle video's openbaar. Wil jij zelf video's erop zetten, dan kun je ook een betaald account nemen. Dat is op zich niet zo heel veel, maar dan kun je ook alles netjes afschermen. Maar zowel op YouTube als op Vimeo vind je ook heel veel video's die je al kunt gebruiken. Dan hebben we Xnapta. Misschien nog één eventjes aanvullen. Op YouTube kan je ook je video's verborgen zetten, zodanig dat je ze wel beschikbaar kan stellen via de leeromgeving of via een linkje naar de leerlingen, maar dat iemand anders van buitenaf ze niet terugvindt. Ja, heel, heel goed. En als ik nog even mag aanvullen, je moet ook wel oppassen met YouTube, bijvoorbeeld met auteursrechten, want er zijn heel wat leerkrachten die heel leuke video's gemaakt hebben de laatste tijd, maar als ze dan op YouTube plaatsen, ook al zijn ze verborgen, moet je ook wel opletten dat je geen video's of handboeken toont, bijvoorbeeld. Die worden dan vaak wel ook wel terug offline gehaald als je dan auteursrechten zou schenden. Ja, en wat daar ook bij geldt is, als je het er zelf op zet, kun je zelf ook aangeven of jij wil dat mensen het downloaden of embedden op hun pagina weer. Dat geldt voor zowel Vimeo als voor YouTube. Ik snap daar kan Katrien denk ik even beter uitleggen. Volgens mij is dit een Vlaamse... Dat klopt, het is een Vlaams platform voor lager onderwijs, waar dat heel veel video's op staan. En nu tijdens de coronatijden is dat platform gratis beschikbaar. Dus daar zou ik zeker ook eens naar gaan kijken, als je het nog niet kent, om materiaal te vinden dat reeds bestaat. Voor elk leerjaar zit er materiaal op. Is ook een initiatief van een Vlaamse leerkracht, dus zeker de moeite waard om te kijken. Inge, ik ga heel even door en dan geef ik jou straks terug naar leraar 24. Ja. Bijvoorbeeld ook op YouTube vind je video's van het klokhuis. Ik heb er hier eentje ingestoken, ik ga hem nu niet afspelen. Maar bijvoorbeeld dit gaat over optellen van breuken op een hele dikke manier, wordt dat uitgelegd. Dus enerzijds kan je materiaal zelf gaan maken, maar ga vooral eerst eens op zoek van... ja. Welk materiaal is er al? Is er al materiaal beschikbaar dat ik kan hergebruiken voordat je zelf aan de slag gaat met het opnemen van video's? Dus Klokhuis is zo eentje. Sander sla ik ook over. Dat is ook iets dat jij kan uitleggen, Inge. Dan Meester Senne bijvoorbeeld. Die is nu tijdens coronatijden... Nee, ik kan dat niet, hoor. Ah, ken je die niet? Oké, dan ga ik hem zo eens terugnemen. Het is toch dan iemand uit Nederland. Ja, ik ken hem niet. Dus even naar Meester Senne. Meester Senne is gestart nu tijdens coronatijden met elke dag een vlog te maken. En een vlog is ook een korte videoopname. Dus ook als je zelf video's maakt, maak ze kort. 7-8 minuten is echt al lang voor leerlingen om naar te kijken. Dus kort, maakt ze heel kort. Hij maakt video's, ja, je kan dat zien als je hem afspeelt, van ongeveer een vijftal minuutjes. En hier was de tweede vlog dat hij maakte, dus de tweede dag dat we de scholen dicht waren. Van schrijf een brief naar een rusthuis, was de opdracht dat de leerlingen moesten doen. Ik denk dat hij, ik heb het nergens gevonden, maar ik vermoed dat hij ergens vierde, vijfde leerjaar lesgeeft. En op die manier geeft hij eigenlijk elke dag een opdracht aan zijn leerlingen. En hebben ze ook op die manier toch wel hun meester dat ze nog op scherm zien. Als ik dan terugkeer naar meester Sander, is een zeer bekende leraar lager onderwijs of primair onderwijs in Nederland, die ontzettend veel filmpjes heeft. Hier gaat het over een bewegende cijfers tot 20, de cijfers tot 20 herkennen. Dus hij heeft zowel voor kleuter, want dit is eigenlijk eerder naar kleuter toe, als naar de leerjaren. Ontzettend veel materiaal. Dus als je hierop klikt en je gaat dan op zijn profielfoto, kom je ook bij zijn materiaal uit.
Tot slot is er ook meester Tom van het derde leerjaar. Die deelt zijn video's op YouTube, maar ook allemaal op Klassement. Dus als je daar naartoe gaat, ik heb ze hier ook opengezet, de video's van meester Tom. Dus derde leerjaar. Dus dat is niet, hij doet dat daarvoor al, voor coronatijden. Maar als je hier zegt van oké, wat zijn mogelijke naamwoorden, dan kan je het filmpje bekijken en eventueel ook zelf hergebruiken. En hij heeft ook een website zelf waar hij ook nog extra materialen op deelt. Dus ook zeker iets om eens in de gaten te houden. En dan Inge, misschien dat jij leraar 24 kort kan toelichten. Dat is ook een Nederlands initiatief. Ja, leraar 24, daar vind je ook allerlei video's die je kunt gebruiken. En dat is gebaseerd op de onderwijspraktijk. Is zowel lager onderwijs als middelbaar onderwijs als hoger onderwijs. Dat vind je allemaal door elkaar. En de video's van meester Sander en meester Senne en dergelijke. Er zijn er nog veel meer. Er is ook een juf Melis met allerlei taal. Filmpjes en waarschijnlijk kennen jullie het er zelf ook nog wel. Het is natuurlijk heel leuk als je een story maakt voor je leerlingen, waarin ze telkens bijvoorbeeld zo'n filmpje of een opdracht weer krijgen. Dus dan neem je ze ook mee in een verhaal om het nog aansprekender te maken. Ik ga ook nog heel even ingaan op de vraag van Anja. Met welke programma voeg je geluiden toe aan de kijkprint? Er zijn heel veel programma's die dat kunnen. Wij hebben het print dat Inge heeft laten zien, is gemaakt in Xerte. Omdat je daar zowel beeld als geluid, als video, tekst, heel wat mogelijkheden hebt. Je hebt bijvoorbeeld ook binnen H5P die mogelijkheden, maar die zijn beperkter. Tinglink is ook eentje waar je beperkt gratis gebruik van kan maken. Dus je hebt heel veel tools die dat ook kunnen. Ja, dankjewel. Ja, kun je naar de volgende sheet? Ja. Nou, dit ga ik verder niet uitleggen, maar er staat, als jullie dit voorbeeld krijgen, deze module, dan staat daar ook een heel poster in over video en online leren en wat je er allemaal mee kunt en waar je op moet letten. Ik kan niet naar beneden scrollen. Ja, dat moet nee, jij doen. Ik heb de muis aanwezig teruggenomen. Ik zal er misschien toch heel eventjes doorgaan, Inge, omdat er heel veel vragen gekomen zijn. Oh, oké. Vooraf. Dus ik ga hem toch heel eventjes doorlopen. Is het goed als ik het dan even afmaak over storytelling? En dan pak jij dadelijk deze terug. Goed, dan pakken we die terug. Ja. Ja, ik word altijd heel blij als ik deze afbeelding zie van dit jongetje met het boek. Maar als je met storytelling aan de slag gaat, dan moet je vooral, als je gaat voorbereiden, je gaat eerst even bedenken, wat is de inhoud? Wat wil ik vertellen? Dan hoe ga ik dan mijn doelgroep activeren? Want alleen maar vertellen, dat kan. En dat kan ook een doel hebben. Maar je kunt ze ook activeren door ze ook opdrachten te laten uitvoeren gedurende dat hele verhaal. En dan, hoe ga je het vertellen? Ga je video gebruiken? Ga je PowerPoint gebruiken? Ga je een praatplaat gebruiken? Een animatie? En dan vervolgens ga je kijken, oké, welke tool heb ik daar dan voor nodig? En als je even naar onder scrolt op deze pagina, als je nu helemaal losgaat op digital storytelling en geen gebruik maakt van die andere wat meer eenvoudige tools die we al genoemd hebben, dan vind je hier op deze twee websites ook nog heel veel tools die je kunt gebruiken voor digital storytelling. Dan kun je naar de volgende sheet. En ik wil afsluiten met Maya Angelou. Zij is een Amerikaans schrijver, dichter, zangeres, danseres, burgerrechtenactivist en hoogleraar Amerikanistiek. Ze is helaas al overleden en zij had hele mooie uitspraken. En een van haar uitspraken was: I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. En dat geldt natuurlijk al helemaal voor storytelling. Katrien, je kan het overnemen. Oké, dankjewel Inge. Dan gaan we heel even terug naar de infographic. Ik wil heel eventjes ook meenemen de vraag die kwam in de Q&A van Gilke. Ik ben te werk gesteld in het buitengewoon onderwijs en momenteel maken we bestanden die we via mail sturen naar de ouders. En gezien de situatie is het niet mogelijk om live sessies te organiseren. Eigenlijk past uw vraag perfect bij deze pagina. Het is helemaal niet nodig om inderdaad die
live sessies te gaan organiseren. Dat is zeker geen verplichting. Nu, wat je wel best doet, is communicatie hebben met ouders en of leerlingen. Dat wel. Ja. Ik merk in mijn eigen omgeving ook, als de leerkracht een berichtje stuurt naar de ouders, dat de leerlingen toch wel zoiets hebben van, ja, we hebben onze leraar al 3 weken niet meer gezien of gehoord. Zij hebben daar ook wel nood aan. Dus ergens proberen om toch wel die communicatie ook met de leerlingen te voeren. Maar wij weten ook dat dat niet altijd mogelijk is. Maar als je met video werkt, kan je ook wel video momenten waar dat de leerlingen jullie zien, gebruiken. En voor video te gebruiken zijn er veel mogelijkheden. Heel belangrijk is dat je eerst en vooral gaat kijken van, ja, welke leerinhoud wil ik delen met mijn leerlingen. Tweede is van, ja, heb ik daar geschikte inhoud voor? Heb ik daar teksten, schema's, audio, welke informatie ga ik eruit filteren en gebruiken? Bestaat er al een video? Hè? Hier is ook nog een linkje naar een 15-tal websites met video. Andere als in onze presentaties. Dus ga daar ook zeker eens kijken als je de link door of vindt op klassement. Als je hierop doorklikt, kom je op die 15 websites uit. Is het er niet? Ja, dan kan je het inderdaad zelf maken. Zelf maken, kan met een smartphone, kan met een tablet, kan met een webcam op een laptop. Van het moment dat je dat hebt, of wil gaan maken zelf, misschien dat eerst nog, ga eerst een storyboard uitschrijven. Net zoals Inge er juist zei, bij digital storytelling is het ook belangrijk als je video zelf gaat maken, dat je toch wel uitgaat van een scenario en dat je op voorhand weet van wat wil ik in beeld brengen en hoe wil ik dat in beeld brengen en zo verder. Als je video klaar is, dan kan je hem publiceren op de platformen. Je hebt YouTube, zoals gezegd, kan je hem daar verborgen zetten. Vimeo is een mogelijkheid. Of als je met de school gekozen hebt om Office 365 te gebruiken, heb je ook Microsoft Stream als mogelijkheid om daar video's op te plaatsen. En dan kan je heel makkelijk, als een video online staat op YouTube, Vimeo, Stream, kan je die heel makkelijk in je leeromgeving insluiten. Het is niet de bedoeling dat je daar de link zet naar YouTube, maar dat je eigenlijk je videotje neemt en onderaan heb je meestal de knop delen of insluiten of share. En dan krijg je een speciale code. Als je die plakt in je leeromgeving, ook weer op een speciale manier, dan gaan je leerlingen alleen maar het video kunnen bekijken dat jij vooraf hebt geselecteerd. Als je de link zou nemen van YouTube en je plakt de YouTube-link in de leeromgeving, ja, dan gaan leerlingen naar YouTube. En ik denk dat we er allemaal ons wel iets kunnen bij voorstellen, dat leerlingen dan blijven YouTube kijken. Niet alleen naar je filmpje dat jij hebt voor ogen, maar dat zij, oh, het volgende filmpje komt, ik blijf nog maar kijken. Nog een filmpje komt, ik blijf nog maar kijken. Ja? En dan zijn ze misschien heel ver van je leerstof vanaf. Dus als je het mogelijk hebt en je hebt een platform, we hebben hier Smart School Moodle op de flyer, maar bijvoorbeeld ook Google Classroom is zo een platform. Als je daar, dan je toch wel het insluit en dat ze enkel het filmpje kunnen bekijken dat jij hebt geselecteerd. Uiteraard kan je live sessies organiseren. Wij noemen het webinars of live sessies. Dat kan bij verschillende softwarepakketten zijn. Ook daar, maak goede afspraken, kom ik straks ook nog uitgebreider op terug. Maar programma's om dat te doen zijn Smart School Live, zijn Microsoft Teams, Google Meet, Zoom staat er ook bij, Jitsi Meet, Praatbox, er zijn heel veel toepassingen. En ik denk dat we daar de tip kunnen meegeven. Kijk wat je in de school gebruikt. Maak jij gebruik binnen je school van Office 365? Kies dan voor Microsoft Teams. Maak jij gebruik van Google-omgeving? Heb jij een Google Suite for Education? Maak dan gebruik van Google Meet om die zaken te gaan organiseren. En ga niet nog eens een tool daarnaast gebruiken, want dat is ook weer moeilijker om voor je leerlingen. Maar dat zijn de live sessies. Je kan ook je presentatie gaan opnemen. En dat kan je bijvoorbeeld met PowerPoint. Dat kan je op Mac met Keynote. Je stelt je presentatie klaar. Je klikt op record en je praat terwijl je door je presentatie gaat. Je slaagt dat op als een video MP4 formaat. En je gaat die via de leeromgeving of via de website van de school of via een Simbaloo doorgeven aan je leerlingen. Een derde manier is het maken van een screencast. Inge is er ook al op teruggekomen. Hè? Het scherm opnemen. Dan kan je dat doen met software zoals Screencast-O-Matic, QuickTime. Je hebt heel veel toepassingen ook daarvoor. Je kan bijvoorbeeld ook met een whiteboard-app aan de slag gaan. En op die manier schrijven. Dat uw leerlingen ook u zien schrijven.
Je kan demonstratievideo's maken met een smartphone op een statief. Je kan whiteboardvideo's maken met bijvoorbeeld Explain Everything. Is een tool waarbij dat je net schrijft zoals dat je in de klas op je bord schrijft of tekent, terwijl dat je ondertussen uitleg geeft aan je leerlingen. En je kan dat doen met een pen, maar je kan dat ook met gewoon je vinger doen. Animaties is er straks ook al aan bod gekomen met Inge. Dus mogelijke tools zijn Moovly en Powtoon, maar er zijn ook heel wat andere die dat kunnen verwezenlijken. Wat we ook heel dikwijls zien, is dat presentaties met daarbij de leerkracht in beeld, dat kan heel eenvoudig met je webcam op te zetten. Iets meer gesofisticeerd is het dan via een greenscreen te werken. En dan kom jij in beeld en leg je uit je inhoud. De infographic dat we laten, op het scherm laten zien, is gemaakt door Bart Boele. Beschikbaar ook hier in de presentatie, maar staat ook op klassement. En je kan hier en daar doorklikken. Dat hebben we gehad. Nu, om op die tools terug te komen. Ik heb al een aantal keer aangehaald van wees beperkt met uw aantal tools. Ga niet tools kiezen om de tool, maar kies een tool niet te veel. 1-2 tools maximum om de bomen door het bos te zien. Nu, wat we heel dikwijls voorkrijgen is van ja, maar voor dat soort leerdoel, welke tools zou daar interessant voor zijn om daarmee aan de slag te gaan? We hebben een menukaart gemaakt. We hebben het genoemd menukaart ICT werkvormen op het menu. Of in 4 gangen naar attractief onderwijs. Je kan dit ook downloaden, is een pdf. Als je hem afprint, is een A4 formaat. Dus dat is ook wel een goede tip om mee te nemen, dat het op A3 formaat gemaakt is, omwille van de veelheid aan informatie. Dus je start hier met het kijken van ja, welk soort doel heb ik? Feitelijke kennis, vaardigheden, sociale vaardigheden, praktijk, zo van die. Hè. Dus de 4 doelstellingen of leerdoelen. Op het moment dat je het leerdoel hebt gekozen, dan heb je de 2e kolom, welke werkvorm wil ik gaan doen? Wil ik mensen zelfstandig aan de slag leren gaan? Wil ik werken met een presentatie? Wil ik klassikale instructie, is nu moeilijker. Hè? Wil ik laten samenwerken en zo verder? Dat is de 2e keuze. De 3e keuze is school of afstand. Dus in deze situatie is het kolom afstand belangrijk. Synchroon of asynchroon. Ga ik ze allemaal tezamen op hetzelfde moment? Of ga ik mijn leerlingen individueel laten werken? Dat je er niet bij bent. Hoe ga ik interactie voorzien? Ga ik dat persoonlijk, wat nu ook iets moeilijker is, maar dan via de live sessies? Of ga ik het digitaal voorzien? Ga ik het individueel aanbieden voor groepjes of voor heel de klas? En welk ICT-middel kan ik het doen? In het laatste kolommetje hebben we de tools opgelijst die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dat is zeker geen volledige lijst. Ja. Absoluut niet. We hebben gekeken naar ja, wat zijn de meest gebruikte tools. We hebben ook gekeken van hoe is het met GDPR-wetgeving. Zijn die tools oké om te gebruiken binnen onderwijs? En we hebben ook gekeken van zijn het meestal gratis tools. Dus we hebben ook geopteerd als criteria gratis. Op de meeste tools, van het moment dat je daar op gaat staan, en zoals ik nu sta op Screen Customatic, ga je zien dat er een linkje ligt. Nu, we gaan de versie nog een beetje updaten in de loop van de volgende weken, een beetje afhankelijk van tijd, dat die linkjes ook beter opvallen. Maar de bedoeling is eigenlijk, als je bijvoorbeeld klikt op Screen Customatic of een beetje lager klikt op Layer of wat dan ook, dat je dan naar handleidingen wordt doorgestuurd of naar praktijkvoorbeelden die beschikbaar zijn op klassement. Ja. Dus ga daar gerust dus door. Het is een hele boterham. Ik ga er heel snel nu doorscrollen aan materialen, aan tools die voor de verschillende leerdoelen zijn opgelijst. Heb je zelf nog een tool die er niet op staat en waarvan je weet dus dat hem gratis is en eenvoudig? Laat het ons weten. We willen dat gerust naar de toekomst toe gaan uitbreiden. Dan wil ik ook nog heel eventjes voor even naar de vragen gaan stilstaan bij een project dat zowel Inge als ik 3 jaar lang hebben gerund. Future Teacher 3.0. Dat is niet naar leerlingen toe, maar dat is voor leerkrachten. En wat hebben wij gedaan? We hebben op de website futureteacher.eu gewerkt met 22 competenties waaraan de leraar, en de leraar is ruim gedefinieerd, van kleuter tot hoger onderwijs, door de Europese Commissie. En ze hebben daar die 22 competenties in het DIGCOMP EDU-framework gegoten in 2017. En wij zijn gaan kijken van, kijk, als we die competenties bekijken, aan welke
doelstellingen moet er worden voldaan en waar liggen de noden bij leerkrachten? We hebben daar 40 vragen voor opgelijst. Die vind je onder de noemer thermometer of instaptoets. Van het moment dat je die invult, krijg je een leerroute genaamd Kompas en gekoppeld aan online modules. En er zijn 19 modules voor basis. Kennis. Er zijn 19 modules voor ervaren leerkrachten en 19 modules voor experts. En wat zijn die modules? Onder andere, want we hebben ze hier allemaal niet opgeleist, aan de slag met video, aan de slag met audio, met afbeeldingen, flip in the classroom, online leren wat werkt, maar ook ondersteunen van lezen, ondersteunen van schrijven. Een hele boterham. Het volledige traject is gratis te doorlopen op futureteacher.eu. Als je zegt van ja, ik wil alleen maar aan de slag met afbeeldingen, dan kan je beter naar de link klassement gaan, want daar staan alle modules apart op. Dus niet de vragenlijst en de leerroute, gewoon de modules apart. En wil je zoiets als school, dan is er een derde mogelijkheid voor Vlaanderen, dat er een aanvraag wordt gedaan bij ons, bij Toolnet, om het als school te doorlopen. En dan kunnen alle leerkrachten de vragenlijst invullen en komt er ook een schoolbeeld uit. Wat niet is op FutureTeacher 3.0, daar is het echt individueel. Wij kunnen het ook mogelijk maken om het als school te gaan invullen. En dan kan dat ook een basis zijn voor een professionaliseringsbeleid naar volgend schooljaar toe. De intake, die kunnen we gratis beschikbaar stellen. Wij doen dat ook in trajectbegeleiding. En dan bedoelen we dat we ook ondersteuning geven gedurende een gans schooljaar aan het volledige schoolteam. En dan kost het wel €1.200 voor het volledige jaar met 6 sessies rond de verschillende thema's in, op de school en online gecombineerd. Dus dat geven we ook heel graag nog eventjes mee, dat daar ook personaliseringsmomenten zijn. We hebben ook heel wat extra informatie beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld, als je online aan de slag gaat met live sessies, waar moet ik op letten? Ik als leerkracht, maar ook als team, hoe pakken we dat aan? Hoe gaan we met leerlingen online? Welke checklist moet ik hebben vooraleer ik online ga? Die zaken vind je in de eerste aan de slag met inspirerend afstandsonderwijs. Is een gids van ongeveer 20 pagina's waar we dat in samengevat hebben. Er is een werkboek met digitale lessen, een werkvormenboek beschikbaar. En stappenplannen naar ScreenToastomatic, naar Google Meet, naar Teams. Maar uiteraard is er veel meer. Ik heb hier heel kort een aantal opgesomd. Dan komen aan jullie vragen. En er waren een tiental vragen vooraf ingestuurd, dus dan gaan we die ook kort behandelen. De eerste vraag die ons toekwam was van hoe ga ik te werk met pre-teaching en hoe bereid ik mij voor? Ik denk dat het heel belangrijk is om te starten met selecteren van welke leerdoelen dat jullie willen aanreiken via pre-teaching en dan een stappenplan te maken. Er is een stappenplan gemaakt door het ministerie of het departement onderwijs, waarbij gesteund is op een bestaand van kennisnet, waarbij dat je een stappenplan maakt, een soort van lessenrooster, hoe dat je naar leerlingen kunt communiceren. Dat je ook gaat kiezen van ja, welke ICT-middelen ga ik inzetten, hoe ga ik die communicatie opzetten tussen jou als leerkracht en je leerlingen. Dat is eigenlijk het belangrijkste startpunt. Een andere vraag is, hoe kan ik als zorgcoördinator kinderen en leerkrachten ondersteunen? Ja. Heel belangrijk daarbij is dat je met de directie afspraken maakt van wat wordt er van jou verwacht. Hè. Dat je bijvoorbeeld mensen waar je van weet van ja, daar kunnen problemen zijn, dat je daar als een telefoontje mee doet. Dat kan misschien soms ook een probleem zijn, hè, dat je hen niet telefonisch kan bereiken. Dat je eventueel in samenspraak met de directie nog een stapje verder gaat en echt wel tot bij de leerlingen thuis probeert te geraken, uiteraard op een veilige afstand. Maar sinds vrijdag is er dus ook beslist dat die zaken essentiële verplaatsingen zijn, dus dat dat effectief wel kan en mag. We hebben daar ook een heel aantal tips opgelijst. Ik ga ze niet allemaal doorlopen, want dat gaat ons te ver leiden. Wat dat ook een hele mooie website is Iedereen Telt Mee, waarbij dat je ook materialen kunt vinden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dus ga daar zeker ook eens een kijkje nemen om toch wel wat tips en inspiratie op te doen. Een andere vraag was, als ik filmpjes maak en plaats ik die dan best op YouTube, die privacy daar ook weer, we hebben er eigenlijk al een beetje op geantwoord, of maak je beter in PowerPoint?
En hoe krijg je die bij de leerlingen? Via het mailadres van de ouders of welk kanaal het best. Wij raden aan om filmpjes, indien kan, kwestie auteursrechten, op YouTube verborgen te zetten. En dan dus via de leeromgeving naar de leerlingen beschikbaar. Mailen naar ouders, video's, dat gaat niet lukken omwille van de bestandsgrootte. Dus dat is ook niet echt haalbaar. Heb je geen leeromgeving, eventueel via de schoolwebsite video's beschikbaar stellen. Of bijvoorbeeld via Google Drive, OneDrive, afhankelijk van welke systemen je op school hebt. Je kan ook bijvoorbeeld Joros.net gebruiken, waar je eigenlijk een soort van website hebt waar je alles bundelt. Of Simbaloo is op die manier ook. Linkjes op een schema leggen naar de filmpjes die op YouTube verborgen staan. Kan ook. Dus er zijn heel wat mogelijkheden die dan je kan gebruiken. Privacy gegarandeerd, ja. YouTube is en blijft Google. Hè. Dus als je het verborgen zet, kunnen mensen er alleen aan als ze de link hebben naar het filmpje. Anders wordt het niet weergegeven in YouTube zelf. Maar het is ook belangrijk, zoals er straks ook al aangehaald is, dat je als je zelf filmpjes uploadt, dat je dan de licentie waaronder dat jij ze geeft aanduidt, Creative Commons of standaard YouTube licentie. En dan geef je dat, of kies je daar beter voor Creative Commons licentie. Ja. Katrien, ja, ook wel belangrijk om te weten dat YouTube officieel ook wel buiten het G Suite for Education account valt van de school. Dus want Google geeft een aantal tools gratis, zoals Google Classroom. En die zijn volledig GDPR-veilig als je die via de school aanvraagt. Maar YouTube valt daar wel een beetje buiten. Dus het is wel belangrijk om te weten, hè, op die pre-privacy-zaken. Ik zou wel aanraden om zoveel mogelijk dan bijvoorbeeld van een Google Drive van de school gebruik te maken dan eerder de YouTube. Maar het kan wel natuurlijk. Maar je moet het even met leerlingen rekening houden dat die privacy daar iets gevoeliger is. Ja, klopt. Hoe maak je eenvoudige instructiefilmpjes? Is al een aantal keer aan bod gekomen. Tools zoals Screencastify. Screencastify is een klein softwarepakketje dat je bijkomend in Google Chrome installeert, waarmee je video's kan maken van standaard 5 minuten. Je kan ook Screencastomatic gebruiken, is ook een online tool. Geeft links onderaan wel een klein logo, maar zeker niet storend. Filmpjes maken van maximum 15 minuten, maar dat is super lang, dus zeker niet doen. Hè. Filmpjes van 5 à 7 minuten is toch wel aan te raden. Het verschil tussen Screencastify en Screencast-O-Matic is bijvoorbeeld dat je bij Screencast-O-Matic ook telkens ziet als jij klikt. Dus bijvoorbeeld als je een wilt uitleggen voor de vetknoppen, bijvoorbeeld de B in Word, de bold, en jij klikt op die B, dat dan ook met een geel cirkel wordt aangeduid van, ah ja, mijn leerkracht heeft daar geklikt. Loom is zo ook een voorbeeld om instructiefilmpjes te maken. Ik zag het er juist ook al ergens passeren in de Q&A of in de chatbox. Tijdelijk ook gratis. Hè. Dat is ook zo. Let daar ook op als je dingen nu maakt in gratis tools. Een video is dan nog iets anders, maar bijvoorbeeld digitale oefeningen zijn er heel veel tools die tijdelijk gratis zijn. Als je nu investeert om materialen te maken, ja, denk ik dat ook wel de bedoeling is om volgend jaar, als de scholen terug open zijn en we terug hopelijk gewoon kunnen lesgeven, dat die materialen niet verloren zijn en je die ook terug opnieuw kan inzetten. Dus weet dan ook, als je nu dingen maakt in een tijdelijke gratis tool, dat je dan, als je het wilt hergebruiken in gewone tijden als huiswerk extra oefening, dat je dan misschien ook wel een licentiekost moet betalen. Ja, dus kijk daar ook naar bij de keuze van het tool. Wat zou mij dat kosten in een normale situatie? Nog een vraag van een zorgcoördinator die op zoek was naar laagdrempelige manier om gesprekken te doen, videochats te doen met ouders. Er zijn heel veel tools op de markt. Hè. Een tool die ook via coronatijden is gemaakt is praatbox.me. Dat is een heel eenvoudige tool. Jij maakt de link, je geeft 2 trefwoorden in. En telke malen kan je opnieuw die link gebruiken om met de leerlingen of met de ouders in contact te komen. Het is gebaseerd op Jitsi Meet, is ook een open source of een open source tool om video te bellen. Weareby is ook zo'n tool. Google Meet, Smorku Live, Skype, WhatsApp. Je hebt heel veel mogelijkheden om dat te gaan doen. Belangrijk daarbij is dat je een zeer goed kader maakt. En vooral naar leerlingen. Ouderen is dat iets minder. Maar vooral naar leerlingen. Ik ga hem heel even openzetten. Linkje zit er ook in. Dit is zo eentje voor Google Meet. Bestaat ook voor Teams. Bestaat ook voor andere zaken. Maar waarbij
dat je dus afspraken maakt. Bijvoorbeeld, je zet je microfoon uit tot wanneer je leerkracht het vraagt. Je zet je camera aan of uit. Zo van die zaken is toch wel zeer belangrijk om op die manier toch wel orde te houden, ook in het online gedeelte. Ja. En voor mij typen tijdens het gesprek en zo van die zaken dat je met leerlingen best vooraf maakt. En we hebben ook hier verwezen naar die gids, waar dat we echt zeggen, online sessies, hoe dat je daar best plant als team, als schoolteam. Hè. Bijvoorbeeld ook naar lager onderwijs geven we echt wel van, ga niet plannen een uur lang online. Ga met leerlingen maximum 10 minuutjes online. Om korte instructie te geven, zet ze dan aan het werk en misschien nog eens 10 minuten daarna. Op het einde van de voormiddag of dergelijke meer. Maar zeker geen uur aan een stuk via een live sessie met leerlingen aan de slag gaan. Nog een concrete vraag was, ik geef les in het eerste leerjaar. Voor wiskunde gebruiken we heel concreet materiaal. Nieuwe leerstof vraagt, wil ik graag tonen en de juiste verwoording laten horen. Er zijn heel veel voorstellen op klassement, maar ik zie de bomen door het bos niet meer. Hè. En ik ga ook graag hun werkboek, de oefeningen in het werkboek tonen. Ja, dat kan zeker met live sessies dus te organiseren. Het tools er juist al genoemd. Ik heb hier ook enkele voorbeelden, dankzij de collega's die moderator lager onderwijs zijn, toegevoegd waarbij je zulke filmpjes kan zien hoe dat gebeurd is of hoe dat de leerkrachten dat zelf kunnen doen en hoe dat je het ook zelf kan gaan maken. Iemand die zegt van ik werk in het buitengewoon onderwijs, hoe kunnen wij onze kinderen pre-teaching aanbieden? Zijn cognitief en of motorisch beperkt? Daar zou ik zeker de tip willen meegeven. Ga eens kijken naar onze collega's van Why Not. Why Not is een speciale website met heel veel oefenmaterialen, zowel textueel als met pictogrammen. Dus ga daar zeker eens kijken. Daar kan je als leerkracht ook een klas in maken en je leerlingen daar toegang tot geven. Why Not zet ook regelmatig zelf chatboxen open, elke dag sinds de coronatijden, waar leerlingen met elkaar kunnen communiceren. Maar dat kan je ook als leerkracht. Dus Why Not is zeker een bezoekje waard. Maar ook andere tips van collega Nicolas waren van filmpjes te maken, videobellen, kan daar ook... Zij een heel eenvoudige website maken met zelf spelletjes in te steken. Zit er ook een voorbeeldje van in visuele schema's maken met dagtaken, zodanig dat ze aan de pictogrammen zien van, ah ja, dat moet ik doen of dat moet ik vandaag gaan doen en zo verder. En er is ook zo'n voorbeeld van een buzo-school, hoe dat zij dat doen. Zij hebben ook een heel eenvoudige website gemaakt. Dus ook daar nodig ik jullie uit, mensen die in het buzo staan, om eens te gaan kijken. Dan ook een vraag van een collega die zei, van, ik ben zelf als leerkracht geregistreerd op Klassement, maar hoe kunnen de leerlingen naar de oefeningen zonder dat met een account? Ja, het is zeker niet de bedoeling dat jullie je eigen account gaan doorgeven naar ouders en leerlingen. Dat is niet de bedoeling. Maar naast Klassement hebben wij ook de website oefen.be. Ik heb ze hier eventjes opengezet. En daar hebben we het onderscheid tussen kleuter, lager, secundair en volwassenenonderwijs. Ik ga nu eventjes lager onderwijs nemen. En dan kan je, als je op lager onderwijs klikt, dan kan je hier het leerjaar ingeven. Dus stel dat je lesgeeft in het tweede leerjaar. Dus dat is het eerste dat je aankiest. Vervolgens dat je zegt van, ik moet daar nu iets geven rond wetenschappen en techniek. Ik wil dat doen aan de hand van een educatieve game. Ja, dus ik maak eigenlijk een selectie. Op basis van de selectie zie ik dat er hier nu twee dingen staan. Hè, afval sorteren in containers en thema water. Als je nu de oefening voor jezelf wil bekijken, dan klik je daarop en dan ga je die oefening bekijken. Nu, dit is een oefening van Why Not. De collega's die ik daar juist aan heb. Hè. Dus dat kan. Hè. Dus ik ga ze even, bijvoorbeeld het thema water, hè, dan kan je die oefening zelf gaan bekijken. Dat is weer een andere oefening. En dan zie je dat dat ook zoiets is zoals Inge er juist met de print. Hè, dus is een tingling gemaakt, waarbij dat je naar oefeningen gaat, in dit geval kleurplaten. Als je nu zegt van ja, dat is een goede oefening, dan kan je hier onderaan, en dan zie je het nummertje staan. Als je die link, dus oefen.be/ en dat nummertje naar de leerlingen geeft, dan kunnen uw leerlingen die oefeningen gaan maken. Ze hebben daarvoor geen account nodig, geen klassementaccount, niks. Ze kunnen gewoon aan de slag met die oefeningen die jij hier hebt aangeduid. Dus dat is een betere manier. Dit is enkel en alleen voor interactieve oefeningen.
Dus de oefensite oefen.me vind je de meeste, meeste interactieve materialen op terug. Iemand die lesgeeft notenleer en ook niet zo goed weet hoe daaraan te beginnen, technisch ook niet zo sterk is, geen ervaring met installeren van programma's. Nu, veel installeren hoeft er niet buiten Skype. Maar onze tip is begin bijvoorbeeld met praatbox.me. Daar heb je geen installatie voor nodig. Het enige is drie dingen. De naam van je praatbox aanmaken en twee trefwoorden geven. En je gaat die link doorgeven naar je leerlingen. Zij hebben geen account nodig, jij hebt geen account nodig. En de volgende keer kan je gewoon met die link terug opnieuw aan de slag. Ga ook eens kijken naar de eenvoudige tools waarmee je aan de slag kan gaan. Daar zitten ook stappenplannen in om ook naar DKO of naar het deeltijdskunstonderwijs toch wel te starten met pre-teaching. Anja vraagt, kan ik op oefen.be resultaten zien van leerlingen? Nee, oefen.be is gewoon de link die je doorgeeft en ze kunnen oefenen. Maar je kan dus niet zien wie welke oefening heeft gemaakt. Ja? Dan is het kijken naar tools zoals XRT, zoals H5P, in sommige gevallen H5P, zoals BookWidgets. Maar dat zijn oefeningen die je zelf maakt of ook oefeningen die je in de bibliotheek daar kan terugvinden. En dan nog iemand, de laatste die vooraf was binnengekomen. Ik geef les in het eerste en ik wil een filmpje maken rond technisch lezen van woorden met twee letters vooraan, twee letters achteraan. Kan ik opnemen met mijn iPhone en het filmpje? Dat kan, maar iPhone, afhankelijk van hoe je dat doet, kan toch wel wat voor ruis zorgen. Via de onderste link ga je kunnen zien hoe hij dat best doet. En we hebben ook twee mogelijkheden. Eentje van een dicté en eentje van op basis van een bordboek voor het eerste leerjaar, hoe dat gemaakt wordt. En dan kan je eventueel via de persoon die het opgeladen heeft ook contact opnemen en hoe heb je dat gedaan en zo verder. Ik zie dat Karel ook nog vraagt in de Q&A, zijn de tools reclamevrij? De tools die dat wij in onze menukaart hebben zitten, en die vernoemd zijn, die zijn reclamevrij. Op Screen Customatic naam, maar dat is een heel klein logotje links onderaan. Als er nog vragen zijn, want ik denk dat we ongeveer aan het einde toegekomen zijn. We hebben onderaan achteraan nog een aantal extra linken zitten voor de verschillende onderwijsniveaus. Ook voor DKO zitten daar een aantal linken in. Wat ook belangrijk is naar de toekomst toe, ga kijken als je talen geeft, in plaats op het grote klassement te gaan kijken, dat je bijvoorbeeld hier bij deelsites een kijkje gaat nemen. Bij de Lat Hoog voor Talen maakt collega Tina al een voorselectie op basis van thema's. Ik kan bijvoorbeeld de site al eens open doen. Voor lager onderwijs kan je gaan kijken bij Nederlands NT1 en dan is het opgesplitst in de verschillende structuren, dat je zegt, ik wil lager onderwijs en dan vervaardigheden, ga je sneller meestal tot een resultaat komen dan je op klassement zelf gaat zoeken. Hetzelfde bestaat er ook voor ICT. Op klassement, dat is Davy, Lien en Jan die ook hier aanwezig zijn. Nicolas zit achter, iedereen telt mee, die er straks is aan bod is gekomen. Voor STEM zijn er zo extra deelsites waar dat al voorselecties gebeuren, ook voor de kleuterklassen. Ik had er straks gezien dat er een aantal mensen uit de kleuterklassen aanwezig zijn. Ook hier maakt collega Peter voorselecties op basis van thema's en zo verder. Dus die zijn ook daar te raadplegen. Als je materialen vindt, en ik ga nu gewoon op de Laat Hoog voor Talen eventjes naar NT1. Bijvoorbeeld deze, dat je zegt van oké, dat is wel iets dat mij interesseert. Of bijvoorbeeld dat weekoverzicht hier voor taken bij thuisonderwijs. Dat interesseert mij wel. Maar ik heb daar nu direct de tijd niet voor om aan na te kijken of ik ga dat nu wel gebruiken, maar ik wil dat zeker snel terugvinden. Is onze tip, maak daar achteraan een favoriet van. Als je daarop klikt op het hartje, maak je een favoriet. Je kan dat dan in verschillende mappen steken. Dus je ziet, ik heb heel veel mappen. Ik ga dan hier eventjes in de webinar demo steken. Bewaar. Als ik dan het morgen of volgende week of binnen de maand nodig heb en ik ga hier naar mijn profiel, en ik ga naar mijn favorieten, heb ik mijn eigen favorieten opgeslagen en kan ik heel snel teruggaan naar die map
en kijken wat is er, of wat heb ik daar eigenlijk allemaal in opgeslagen. Een andere is als je zo een map tegenkomt, zoals hier, dat je zegt van Nederlands, lager onderwijs, dan is die selectie gemaakt. Als je het niveau ook hoger gaat, ga je ook merken dat je hier kan zeggen, meld nieuwe leermiddelen. Dan krijg je telkens een melding als er iets is toegevoegd. Nu voor hele grote, zoals hier, 785 leermiddelen, ja, dan en mensen gaan bijkomend opladen, dan ga je regelmatig ook wel een nieuwe melding krijgen van er is materiaal bijkomend. Dus dan moet je zelf bekijken wat dat een meerwaarde is of niet voor jezelf. Wij zelf, bijvoorbeeld, ik doe dat wel omwille van dat toch wel een mooie verzameling geeft en dat je regelmatig up-to-date bent van wat er allemaal is bijgekomen. Dus dat voor wat betreft DealSites. Nog een belangrijk iets. We hebben dit weekend onze grootste lerarenkamer van Vlaanderen gelanceerd. Vroeger hadden we die in het klein, nu is het een beetje groter geworden. Heb je vragen aangaande deze webinar, of aangaande tools, of didactisch, of wat dan ook? Stel ze aan intussen bijna 250.000 leden. Door hier op de bovenste homepage te klikken op stel je vraag en krijg hulp. Dan kom je in onze leraarkamer terecht. Je merkt dat daar verschillende thema's actief zijn. Dus pre-teaching is er eentje van. Geen les op school is er eentje van. Dus stel uw vragen daar. Reageer ook op elkaar. Ook zeker een oproep om dat te doen. Dat je daar ook, als je zegt van ik doe het zo of zo, reageer op de vragen die erop komen. Wij houden daar ook wel een klein oogje op en zullen daar ook op reageren. Dus een warme oproep voor als je vragen hebt, uiteraard nu, stel je ze via de Q&A. Later ga dan naar onze leraarskamer en dan zullen we daar ook wel op reageren en jullie verder helpen. Alle documenten, heel belangrijk, komen. Als je bent hierop geklikt, volg op een webinar, data en open webinars. Als je daar klikt, ontdek ook hier bij webinars, pedagogisch advies en afstandsleren. Daar komen vandaag sowieso al de presentatie op, in de loop van de week de opname. En de Q&A hoop ik ook deze week daar aan toe te voegen. Dus daar vind je sowieso alle materialen op. Van de vorige webinars en ook van diegenen die we nog gaan doen, bundelen we daar, zodanig dat iedereen er ook van kan gebruik maken. Dus dat is de leraars. We hebben ook al twee nieuwe data. Donderdag om 14:00 gaat het over online leren wat werkt. Dus ook daar heb je vragen. Kan je ze insturen tot woensdagavond? En maandag gaan we verhuizen naar de avond. We denken dat dat misschien een betere optie is. Dat mensen dikwijls computers moeten delen binnen het gezin. Dus we gaan eens 's avonds om 20:00 en dat gaat over formatieve evaluatie en zelfevaluatie gaan. In het kader van pre-teaching uiteraard.